Hi, Bart Arends hier. En iedere dag praten ik en mijn NPO Radio 2 collega's je bij over drie bijzondere liedjes in de top 2000. Welke nummers doen ertoe en zijn bijzonder? Ik licht er even drie uit. Maar als eerste, een band die volgens mij werkelijk iedereen wel kent. Bluff. Dat zeg ik. Iedereen kent ze. Bluff. Hou vol, hou vast is dit natuurlijk. Opgenomen op een bijzondere locatie, op de Veluwe. Alleen maar bossen, alleen maar herten, dat soort dingen. En dan ineens midden erin staat het Radio Kootwijk gebouw. Die kenmerkende clip die ook op de hoes staat van het album. Ze zijn hofleveranciers van de top 2000. Ze staan maar liefst 20 keer, bijna 20 keer in de top 2000. De volgende plaat valt ook op, maar dan niet op een al te positieve redenen. Het is hard omlaag gegaan voor Bruno Mars en Locked Out of Heaven. En dan het nummer waar heel veel over gepraat is, de Pokémon Tune. Kwam die in de top 2000? Er was een luisteraar, groot fan van Pokémon, die vond dat die plaat er wel in mocht. Hij heeft hemel en aarde bewogen om het nummer in de top 2000 te krijgen. En hij staat erin. We hebben hem gebeld of hij in een Pokémon pak door het Top 2000 Café in wilde. Maar toen kreeg hij hem heel slecht aan de lijn. Facebook werkte niet, kon allemaal niet. Hij staat wel in de top 2000. En dat waren er zomaar drie. Drie platen uit de Top 2000. Bijzondere liedjes die je vandaag allemaal gaat horen in de lijst. Morgen een collega van me die een paar nummers bij de Lurven pakt en laat horen aan je. En mij rest het slechts om te proosten op een hele mooie Top 2000. Nu al. Proost.